Over jou, als je een leider zou willen zijn in het huis van God, kun je dat zijn. Maar hij daagt je wel een beetje uit vanmorgen. Ja. Nou, vanmorgen zeg ik, maar vandaag. Maar hij zegt, dat betekent wel dat je ook dat moet willen. En hij heeft dat in jou gelegd. Je bent een leider en je kunt een leider zijn. En je kunt mensen op weg helpen en verder brengen. Maar nu is het tijd, zegt God, dat je daar ook echt in gaat ontwikkelen. En in het woord gaat zijn, en misschien een school gaat doen, of op een andere manier, zorgen dat je daar verder in getraind gaat worden. Want als je daarin gaat staan, zal dat ontzettend snel gaan verlopen, die hele ontwikkeling in jouw leven. En zal ik hier niet staan te breken, maar ja, uiteindelijk, want je hebt een roeping als spreker op jouw leven, zegt God. Maar hij dwingt jou niet. Hij dwingt jou tot niets. Je mag het zelf kiezen. Amen.